Nou, ik moet zeggen, het was wel, ja, Gert was wel een dynamisch jongetje. Maar ik denk dat hij nog dynamischer met zijn mond was dan met zijn voet. Tot. Ik woon in de Schouw-Weteringstraat. Leuke straat met heel veel verschillende mensen. En vlakbij de Schouw-Weteringstraat was het Noordse Park. En dat werd eigenlijk een kweekvijver voor heel veel goede voetballers. Ja, hier had ik al mijn vrienden op de hoek daar, familie van Voren. Daar de familie Konings, Kopnol. En die maakten allemaal, ja, onderdeel uit van ons straatvoetbalelftal. Daar had je de patatzaak van Henk Verrooyen. Kreeg ik ooit nog een vechtpartij. Werd ik zelfs met een mes gestoken. Dat ineens valt me dat ook in. Kun je nagaan wat hier allemaal gebeurde. Dus echt een volkswijk. En ja, het is wel mooi om hier terug te zijn. En ja, hier ben ik eigenlijk gevormd. En vooral door Ton de Kruik. Een soort broer van me. Dan trapten wij een balletje op Noordse Park. En er liep ook zo'n klein ventje rond. En die was toen een jaar of 14, 15. En ik zat al bij Utrecht in het eerste. Ik was 20 of zo. En die wilde steeds tegen mij. Partijtje, 1-1. Weet je. Hoge voorzetten, koppen. Terwijl hij kwam tot hier. Maar goed, zo gedreven. En dan zette hem ook in het doel. En dan schoot ik hem keihard die ballen gewoon erin. Dat vond hij prachtig. Probeerde hij ze tegen te houden. En als ik dan misschoot, moest ik in het doel. Dan schoot hij 1 keer. En dan had ik hem alweer. En dan begon hij staan. Maar hij bleef maar gaan en gaan. Dit is heel veranderd, want ja, het is nu kunstgras, maar dit was, ja, vroeger was dit het gras. Tot daar. En het hele grote veld hadden we. Ja, het is nu improviseren. Met dat kunstgras. Wel leuk voor de kinderen trouwens. En ja. En dan zie je dat ik nog makkelijk scoor. Ja, ik heb het nog steeds volgens mij. Noordse Parkers werden we genoemd. En we gingen straatvoetbaltoernooien organiseren. Wedstrijden tegen andere buurten, tegen de Betonbuurt bijvoorbeeld. Ton de Kruik kwam daar altijd heen. Benny Rietveld vanaf de Rode Brug, Rode Bruggers. Ricky Tesselamuta, die was wel wat jonger, die kwam daar ook. Gerald Vanenburg deed daar nog wel eens mee. Dus dat was een ongelooflijk mooie tijd. En daar gebeurde het allemaal. Rocco! Kruis! Wisselen! Chantje! Leuk man! Matti! Weet je nog? Ja. Dat je mij liet keepen? Ja, dat jij niet bij de lat kon. En nog steeds niet. Nou, dat ik jou liet keepen en dan snoeien en snoeien uit. En dan ging jij... Jij speelde net Utrecht. Ja. En ik zat eraan te komen. En dan gingen we voetballen urenlang en dan ging jij schieten. Ja. En dan ging je voluit, hè? Keihard schieten. En dan, soms dacht ik van nou heb ik hem. Brak bijna mijn vingertjes. Want ja, ik heb klein handjes, maar toen helemaal. Ik was zo'n smurf. Ja, maar jij was 15 en ik was 20 en ik speelde al in het eerste. Ja. Dus dat, ja. Hij stond al ergens op een scoutinglijst. Want hij was al hartstikke jong, speelde hij in het eerste bij Utrechtse Boys. Dus we volgden met de scouting. We liepen echt alle amateurvelden af in en om Utrecht. Daar was hij ook al opgevallen. Maar volgens mij heeft Ton de Kruik ook een stevige lobby voor hem gevoerd. Maar hij kon echt ook lekker ballen, weet je. Dus wat ik zeg, toen de tijd ging het zo. Dus zat je in het bubbelbad en ook met die trainer. Dan zei ik, nou, er loopt nou een ventje op Noordse Park, Gertje Kruis. Ik zeg, dan moeten jullie gaan kijken, Utrechtse Boys. Nou, en zo ging dat. En dan zijn ze gaan kijken en toen hebben ze hem erbij gehaald. Dus... Rond de bal, die rolt weg. De wind. Rustig, hè? Ja, wat rustig. We gingen weer. Nou, het ging ongeveer zo. Ja, nou pakt hij ze wel. Ja, dit is om warm te worden, hè? Nou gaan we echt. Als sommige mensen dus hier ontdekken, of tussen haakjes ontdekken, dan komt dat omdat ze dus een aantal dingen zien waar je misschien dan net boven het maaiveld uitstijgt. En dan word je gewoon een betere voetballer.
Ik speelde in het eerste van FC Utrecht. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Dat zou nu niet meer gebeuren, denk ik. Dat spelers uit hun eerste op zo'n veldje gewoon lopen een balletje lopen te trappen. En dat je dan tegen een eredivisie-speler kan oefenen, 1-1. Ik tikte hem door zijn benen en ik zette hem opzij, want ik was fysiek natuurlijk veel sterker. Maar hij bleef gaan, hij bleef als een terrier. Weet je, hij vond dat geweldig. Ik ben opgegroeid op de straat. Varen van Hanegem, maar die is opgegroeid op de straat. Die jongetjes uit Utrecht, allemaal op de straat. En daar worden ook de spelers geboren. Niet door de trainers, hoor. De spelers worden geboren op straat. Nee, maar het waren allemaal, die kwamen ook allemaal uit een bepaalde wijk. Waar allemaal dat soort spelers vandaan komen. Die zaten ook allemaal om dat stadion heen. Dat was de kracht van die club, was dat er. Nee, maar het waren allemaal, kijk, het waren Schofies, gewoon hè? Allemaal boefies. Gewoon. Ik denk niet dat er heel veel jongens waren die op die leeftijd al in de eerste helft al speelden. En dan zeker, als het al gebeurde, waren het early developers, zoals je dat noemt. Jongens die zeg maar al op jonge leeftijd fysiek sterk en groot waren. Maar dat was Gert natuurlijk absoluut niet. Dus dat is eigenlijk dubbel zo knap dat hij dat wel al bereikt had. En hij was voor de duivel niet bang, weet je, brutaal. En hij had gewoon goede techniek. Ja, en dan zie je gewoon van zo'n jochie dat, ja, dat die gaat er komen, weet je. Dat zie je gewoon. Kruis, binnendoor Kruis. En een prima bal. 2-0. Niet allemaal aan die linkerkant waar heel veel ruimte is om de bal aan te nemen voor de spelers van FC Utrecht. Daar komt Gert Kruis vrij het 16 meter gebied binnen. Hij kan de hoek uitkiezen. Kies de tweede hoek. Heel weinig. Nou, hoe het vroeger was, en vooral in mijn begintijd bij FC Utrecht, was het voor mij een soort droom die werkelijkheid werd. Je moet je voorstellen dat je in het oude stadion met die wielenbaan, vlak voordat ik daar profvoetballer werd, daar gewoon als supporter altijd zat. Ja, en dan kom je in het stadion en dan word je omringd door de helden, waren voor mij helden. En dan ga je onderdeel uitmaken van die club. En het moment dat je bij de A-selectie komt, dan stap je in de kleedkamer met Leo van Veen. Hij was de man die bijvoorbeeld DOS in de Eredivisie hield. En misschien daardoor ook wel de fusie tot stand gekomen is. Met van Breukelen als keeper, die ongelooflijk gedreven was. Met Joop Wildbret, wat voor mij een held was. Het was ook geen werk. Het was meer dat we een vriendenploeg waren. Het waren ook veelal jongens uit het Utrechtse, echte Utrechters bij elkaar. En een van de hoogtepunten in die tijd was natuurlijk ook dat Willem van Hanegem nog bij ons kwam voetballen. Je moet je voorstellen, held van het Nederlands elftal. Ik had Johan Cruijff, Johan Neeskens, Willem van Hanegem, mijn drie helden als jong jochie. En dan kom je met zo'n man, ga je voetballen. Dus dat is wat in de begintijd bij FC Utrecht dat gevoel bij mij overheerste. Of ik in een soort droom terecht was gekomen. Hij keek tegen je op, hè? Ja, maar ja, hij is niet zo groot. Dus. dat is toch logisch? Ja, nee, ja, maar tegen Mr. Feyenoord, ja. Nee, hij heeft nooit. Ik heb er nooit geen last van gehad. Nooit, echt niet. Of het nou Gert was of wie dan ook, dat ze gingen zeggen, ja, maar wat zit je nou te kletsen? Dat zou best ook een heleboel keer geweest zijn. Maar zij hadden dat toch niet? Nou, ik werd niet gek van Hanegem, van zijn opmerking of aandacht. Sterker nog, ik had wel de indruk dat als hij aandacht aan je besteedde, dat hij het wel eerst zag zitten. Want hij had ook wel jongens dat hij zei van, hier, neem die hesjes maar mee, gaan jullie maar in het verre veld even onder elkaar spelen. Nee, ik heb het wel als heel positief ervaren. Toen een Van Hanegem bij ons in de selectie kwam, ja, daar keek je tegenop. WK 74, topspeler, Europa Cup, hè, de eerste Europa Cup gewonnen, Hanegem. En die komt dan bij jou spelen, dus dat was net zoiets voor ons ook. Volgens mij was 80% Utrechters. Ja, dat denk ik wel. En die jongens die erbij kwamen, ik vond Wildbret geniaal. Van der Lem, Gerrit de Voort. Maar dat had ook een klik, hè? Dat paste ook precies. En die hadden ook een bepaalde soort humor. En dat waren gewoon betere spelers nog. Hè? Samen met Leo, de oudere spelers waar wij ons aan optrokken.
Leo was wel een beetje de baas. Ja, Leo was wel een beetje de baas natuurlijk, maar die liep er ook wel even. Keek je huishoog op tegen Leo. Ja. Vond het ook mooi dat Willem nog bij ons kwam spelen. Ja, van Willem ook. Ja, daar heb ik toch veel van geleerd. Ik kon hem wel eens vervloeken, maar goed, ik bedoel... Was die man goed met het tennisvoetbal ook, hè? Die zo. Man. Of oud tegen jong, dat we dachten, nou gaan we winnen. Ja, en dan lukt het weer niet. En later nog mensen als Rijsbergen, Willem, Mansveld, Dikkie Advocaat. Dat zijn toch wel mensen waar ik heel veel van geleerd heb. Ja, en mooi was dat wij dat meegemaakt hebben, Tom. Ja. Willem Rijsbergen kwam in zijn nadagen ook bij ons. Net zoals andere grote spelers kwam Willem Rijsbergen International 1974, 1978 bij ons voetballen. En wat mij meteen opviel was die dikke gouden Rolex-klok om zijn pols. Die hield hij ook om met trainen. En hij zag het wel in me zitten, dacht ik. En dat liet hij ook weten, want ik moest keihard werken bij hem. Ik heb het geluk gehad dat ik dus echt met de grote de aarde heb gespeeld. Hè? Pelé, Beckenbauer, Alberto, noem ze allemaal maar op. En daar zat je dan ook soms naar te luisteren. Als Beckenbauer wat vertelde. En dat is echt. We hebben samen in het centrum gevoetbald. En die had natuurlijk alweer een statuur nog veel groter dan wat ik had. En als Pelé met zijn hakje een goaltje maken, dan zei ik, nou, ik ga dat niet doen, want dan breek ik alle twee mijn benen. Maar dat soort dingen, die kon ik wel overdragen. En ook voorbeelden vertellen van dat er ook wel een heleboel mislukt waren als je natuurlijk de verkeerde kant op gaat. En dat Gertje was dan wel een jongetje van, nou, hij had natuurlijk wel een beetje babbels. Maar ik zeg, Gert, je moet ook hard trainen, jongen. Want de eerste beste keer dat je slecht speelt, dan zit je weer gewoon op de bank. En ik heb ze wel, wat dat betreft, wel geleerd om ook als prof door het leven te gaan. Maar ook met partijtjes had hij zulke lange noppen. En als je hem passeerde, hij trapte je gewoon vol onderuit. Hij zei, ik laat me niet passeren, hè, door jullie snotneuzen. Dat is een van de uitspraken van Willem. Als ik het niet zie zitten in je, dan praat ik niet eens tegen je. En dat zag ik ook bij die gasten. Die waren zwaar talentvol. Ze wilden zwaar leergierig. Kijk, en dan kan je ze ook nog zo nu en dan eens een keer zeg maar verrot schelden in de goede zin van het woord om ze beter te maken. Nou, dit is mijn oude huis, Schouwweteringstraat 9 bis uit, bovenhuis. Mijn ouders sliepen aan de voorkant. Er is trouwens weinig veranderd. Daar sliep ik, daarachter. Hier voetbalden we ook eigenlijk heel vaak. Als je dan niet naar het veld ging, gingen we hier nog partijtjes doen. Er ging ooit een bal ook hier, dwars door de ruiten, bij de buren. Een volksstraat, hè, met zomers zaten een heleboel mensen buiten. Dus hier liggen mijn roots. Ja, Schouwweteringstraat, 9 bis aan. Ja, ik kom uit een voetbalfamilie, want mijn vader was een enorme fanatieke DOS-supporter. Zondags voor de wedstrijd kwamen een heleboel vrienden van hem. En dan ging mijn moeder soep en broodjes maken. En dan gingen ze dobbelen of kaarten. En met z'n allen gingen we dan naar het stadion Galgenwaard. In de DOS-tijd, moet je je voorstellen, DOS won niet zo heel vaak. En als we dan wonnen, had mijn moeder gele vlaas, zwarte pruimen en slagroom. Maar we vlogen ook vaak met DOS en dan at mijn vader niet. Ongelooflijk fanatieke supporter. En het mooie van mijn vader was, als klein jochie, de vaders van andere jongens, die zaten altijd zo te schreeuwen en te gillen tegen hun zoons. Mijn vader niet. Mijn vader was stil langs de lijn. Hij was aan het observeren. En hij zei altijd na de wedstrijd, jochie, je hebt goed je best gedaan, ik heb genoten van je. Ongeacht of ik nou gewonnen had of verloren had, deed hij dat. Ik zal het nooit vergeten. Hij was zelf trouwens ook een goede voetballer. Zijn bijnaam was de kogel, want dat was heel snel. Dus dat weet ik nog van mijn vader. Omdat ik op een gegeven moment talentvol was, moest Gertje ook wel voor een aantal dingen beschermd worden. Mijn vader die werd al geconfronteerd met een aantal... Ja, die werd ziek. Dan krijg je op een gegeven moment dat mijn zus en mijn moeder heel erg zich ontfermden over mijn vader en over mij. Hij sprak er niet zoveel over. Hè? En ik weet er niet veel van. Ik heb die vader, die heb ik natuurlijk wel gezien.
En die heb ik ook zien aftangen. En die liep echt heel moeilijk. Net of die, dronken was, zeg maar. Zo was dat, hè. Net als Rob de Wit, zo, als je die ziet lopen. Zo liep die vader ook. Maar hij had het er verder niet over. We waren bezig met voetballen. We waren alleen maar met voetbal bezig. Ja, het knappe van mijn moeder en mijn zus was dat zij toch een soort sfeer erin hielden. Ondanks al het leed werd er toch ook wel heel veel gelachen. En ik heb elke keer weer de woorden van mijn vader heel goed in mijn oren geknoopt. Het is nooit zo donker of het wordt wel licht. Vlucht wil ik niet noemen, maar het is wel hetgene wat hij het leukste vond. En dat heb ik zelf ook. En dat soort mensen of jongens, die komen ook daardoor veel verder. Omdat je iets doet wat je graag wil. En dan gaat alles staat ervoor aan de kant. En je bent alleen maar... Wij waren hele dagen en avonden laat waren we op dat Noordse Park waren we aan het voetballen. En ja, dat was een soort trainen. Oefenen, weet je. Om maar beter te worden. Voor mij werd er toch altijd een soort prettig klimaat gecreëerd. Dat ik toch optimaal kon functioneren. Maar in mijn achterhoofd, in alle eerlijkheid zeg ik dat wel, was er toch altijd de spanning, de druk. Hey, hoe is het nou als je naar huis gaat? Hoe is het nou met hem? En dat heeft wel altijd ook bij mij erin gezeten. Dan komt die van de hoofd. En Kruis scoort. Gert Kruis. Ja, goed, het moment dat ik mijn eerste contract kreeg bij FC Utrecht, had ik gespaard. En mijn ouders, die deden ook wat in het potje. En kocht ik meteen maar een sportauto. Een Renault Fuego. Leek een beetje op een Porsche. Dat was echt een blitse auto. Maar het moment dat wij wonnen van PSV, kreeg ik een Renault Alpine beschikbaar gesteld. Deze auto dus. Ik was lyrisch erover. Het was een ongelofelijke snelle bolide. Ik heb hem ook een aantal dagen gehad en uitgeprobeerd op de snelweg. Toen dacht ik eigenlijk helemaal dat ik Miami Vice Don Johnson zelf was. Ja, een van mijn favoriete series was natuurlijk Miami Vice. Met Don Johnson als Sonny Crockett en Tubbs. Ja, en in die tijd... hield ik ook van die jasjes. Ik dacht ook eigenlijk wel dat het een beetje op mijn leven was, natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik wilde ook een sportwagen, een sportauto. Ja, en daarom kocht ik toen meteen maar, toen ik mijn rijbewijs had en profvoetballer werd, een sportauto, een Renault Fuego. En ik dacht ook eigenlijk wel dat ik een soort Don Johnson was. Hey, Ricardo Tubbs, jij ook hier? Jo, jij rijdt als een gek, joh. Laat mij maar rijden. Nee, joh, rij zelf. Ik kan me nog wel herinneren, die eerste dag nog met mijn Renault Fuego. Vol trots haalde ik Jan Wouters op. De training hadden afgesproken dat we na de training zo snel mogelijk weer weggingen. Want dan kon ik lekker naar de stad met Jantje. En na de training moest ik bij Han Bergen komen. Dat duurde maar, dat verhaal, dat duurde maar. En eindelijk mocht ik naar mijn auto. Maar de hele spelersgroep was trouwens nog aanwezig. Vond ik ook zo vreemd. Ja, ik stapte in mijn auto. Ik kon niet weg, want hij stond op kistjes. De groep stond heel hard te lachen. Benny Rietveld heeft het toen voor elkaar gekregen om het weer in orde te maken. Maar ik zal het nooit vergeten, die eerste dag. Geweldig. Wat een humor. Er was vroeger zo'n serie op televisie, ik heb het denk ik wel verteld aan, over Fantasy Island. En als het dan op televisie kwam, toen hadden we nog vaste telefoons, dan belde ik hem standaard op. maar dan wist hij al dat ik het was, hè. Als die aflevering begon, dan stond er zo'n dwerg. The plane, the plane. The plane, the plane. Dat was een grapje, dat gebruikten ze tegen Gert. Our guests are arriving on time, to the second. They always do. And you always act like it's a miracle. En dan was het op televisie en dan ging ik bellen. maar dan nam die op en dan wist hij al dat ik het was.
En dan was het van, krijg de kleren maar. En, het was al, je moest mij altijd ja, hebben, met, ja, met eten ook. Hè. Ook zo'n kinderstoeltje er altijd erbij, standaard. Ik was al heel snel, ging ik gauw naar binnen. Gauw een stoeltje regelen. Of een bedje, het was altijd hetzelfde. Maar wel leuk. Het was wel goed bedoeld. Hij werd er wel hard van, denk ik. Ja, ik liet het tot heel ver liet ik het wel gaan, ja. Terwijl, maar soms moest je gewoon ingrijpen, want dan was het op het randje. Maar ja, dat was met die groep ook. En daar speelden ook die jonge jongens, en zeker Gert. Dus natuurlijk een heel extravert, brutale opsodemiete. Die ook dat mondje, dat stond nooit stil, ook in de kleedkamer niet. Dat was ook voor een wedstrijd. Was het één gedoe in die kleedkamer. Tot ze naar buiten gingen, dan ging de knop om. En dat was de vechtmachine. Want je moest ook, Gert die liep in het begin, toen hij erin kwam met de eerste, nog wel eens te piepen dat hij schoppen kreeg, weet je wel? Ja, dat moeten ze niet doen, want het was onze Gertje, daar blijven we vanaf. Dus er kwam gelijk Schatti en Rietveld en ik. En weet je, dan werd er even een tikje uitgedeeld van, we gaan niet aan onze Gertje zitten, hè? Dat gaan we niet doen. Dan kom je maar bij ons, maar niet aan Gertje. Hij had wel de gunfactor, maar ik denk, Gert is een mensenmens, weet je wel. Dat heeft hij nu nog wel. Hij heeft nu nog de gunfactor wel. Eigenlijk is er zelden of nooit iemand die een hekel aan hem heeft. Zo, Joshi, van Wakka. Hoe is het? Ja? Heb je al weer koffie? Lekker hoor. Bakkie. Ik heb eigenlijk een heleboel te danken aan het voetballen. Want het is mijn wereld nog steeds. Ik heb een leuke job nu bij de FC. Ja, hier zit ik elke ochtend. Tot een uur of 1, 2. Ze willen thuis nog wat werken. Nou, dat doe ik sinds 3 jaar. Eigenlijk nooit verwacht, maar hartstikke leuk om te doen. Ambassadeur gekoppeld aan de commerciële kant. Maar de dinsdagochtend, ja, die staat altijd een teken van de ontbijtsessies. Ik vind Gert een voorbeeld van een. Hij heeft er natuurlijk gevoetbald. Ja, hij is nu ambassadeur. Dat doet hij hartstikke goed. Hij straalt Utrecht uit, vind ik. Goedemorgen allemaal. Namens FC Utrecht wil ik u van harte welkom heten bij opnieuw een ontbijtsessie. Mijn naam is Gert Kruis. Ooit, 20 kilo geleden, voetbalde ik hier in de Galgenwaard. El Dinamico, zo was mijn bijnaam vroeger. Gertje de Dynamische. Nou, ik denk dat ze nooit verwacht hadden dat hij gewoon een goede verkoper was. En dat is hij gewoon. Ik bedoel, hij heeft enorm veel klanten binnengehaald. Jullie zijn met z'n tweeën. Mag ik dan uitnodigen? Ja, nou, ja. Hij kan het fantastisch brengen. Het is dat zit hem in zijn bloed. Als je hier ziet hoe hij die sponsoren toespreekt en zo. Weet je, het is ook een soort showman en entertainer. Ik vind het mooi dat hij. Alles wat in zijn donder zit, dat wil hij graag doen voor de club. Het is een harde werker. Hij is slim. Hij is heel slim in het omgaan met mensen. Met voornamelijk met sponsoren en supporters. Hij is ook een tikkeltje brutaal. Hij durft echt tot het randje te gaan om een contract af te dwingen. Dat vind ik ook wel mooi van hem. Dus dat is die. Dat vind ik wel knap. Ik was wat gespannen, dat merken jullie allemaal. Normaal ben ik niet zo timide, maar bedankt voor jullie komst en hopelijk zie ik jullie snel staan. Top, bedankt hè. Combineer ik met een hele leuke. Ik noem het geen werk, want het is meer een hobby. Zo zie ik het ook. Het analistenwerk vind ik hartstikke leuk om te doen. Het is altijd een soort schoolreisje waar we van alles meemaken. Staat je hard, man? Oh. Ja, beter. Hoor je mij goed, testikkel? Hij is gewoon heel gedreven en hij is gewoon gek van het voetbalspelletje. En ook gek van FC Utrecht. Want hij, ja, als commentator is hij toch ook wel met een Utrecht hard, vind ik. Dus. Ja, andere mensen zouden wat harder zijn als het niet zo goed loopt. Maar hij blijft toch nog wel altijd positief. Zit Ajax mee, dan is hij Jacobsman. En dan is Klaassen. 1-0. Dat is het mogelijk. Ook nog. Nee, Ajax wat moeiteloos nu combineert. Dat in het zadel geholpen is natuurlijk met die
in het begin met die voorsprong 1-0 en een beetje dat het... krijgen we een nieuwe speler die denk ik ingevlogen wordt voor het laatste kwartier. Dus ja, hij is nog steeds echt heel betrokken bij het voetbalspelletje. Het is gewoon nog steeds zijn lust en zijn leven. De laatste training wil ik straks, dat doen jullie altijd al, maar volle overgave. Partijspellen moet je willen winnen. Ik wil hebben dat je straks durft te passeren. Ik heb mijn eigen voetbalschool met kinderen, ontzettend leuk, met een paar hele leuke trainers. Hebben we er zin in? En ik vind mijn plezier nog steeds op het veld. Als ik straks weer mag op het veld, dan ga ik weer met vol goede moed naar Deas en ga daar ook weer... mijn plezier in vinden. Dus het is een combinatie van, en dat heb ik te danken aan de voetballerij. En dus dat is zoals het ook is. Dus met de lef, de kont hier op de Westmaat, ben je later hier de aanvoerder. IJsselmeer volgens de rode tegen de blauwe. 5 minuten voor tijd, tussenstand is 2-2. Daniel Koelewijn, 16 jaar, voor het eerst bij de selectie. Ze laten hem invallen en dan die lage bal en Koelie. En dan scoort hij! En hoe scoren we dan? En hoe juichen we dan? De cool. En dan staat die Westmaat, die ontploft dan, Daniel. Bij IJsselmeer houdt hij daar een keer of 10 op vrijdagavond in de voetbalschool. Nou, er zitten 50 jongetjes op. Er zitten ook een paar kleinkinderen van me. Die komen allemaal thuis en zeggen ze... Opa, de trainer heeft gezegd, ik kan wel de Ajax-stoel straks. Als ik een beetje groter ben. Weet je wel? Dus dat hangt dus hangt aan. Ja, de... dat moet jij weer zeggen. Ja, dan moet ik zeggen, niet. Rustig aan. Ja. Dat is heel herkenbaar wat Jaan zegt. Dat hij van iedereen maakt hij de beste speler die er is. En het is wel heel belangrijk. Je moet niet gaan denken van dat al die trainers dat zulke goede trainers zijn. Die hebben er geen ene klote verstand van. Je moet gewoon met die gasten bezig zijn, leuk zijn. En meer is het niet. Jij gaat ze niet beter maken hoor, echt niet. Het is niet zo. Ja, ik vind ook dat Gert een van de betere trainers, een van de beste trainers is geweest die IJsselmeer wel eens gehad heeft. Alleen, Gert ging op een gegeven moment, was hij een half uur trainer bij ons en toen stonden we bovenaan met de kerst en toen ging hij naar Sparta. Voor de centjes natuurlijk, maar daar won hij nog een wedstrijd. Daar verloor hij tot 10 dagen op elkaar. Toen heb ik hem elke week opgebeld. Ik zeg, Gert, maar dan ga je er nou een centje winnen, joh. Een paar jaar later kwam hij nog terug. Toen ging er een trainer weg bij ons. Toen kwam hij nog een half uurtje terug. Heeft hij het ook goed gedaan? Nou, dit is denk ik... Dit is, dat weet ik wel vrijwel zeker. Dus de eerste training van het seizoen. Volgens mij is dit op de Veemarkt. Nou ja, je ziet Gert lopen vooraan. Altijd, hè? Echt waar? Altijd? Nee. Maar nu wel, want dat was denk ik een foto voor de krant. Dus. Maar ja, dit is wel weer een mooi historisch plaatje. Als je wel eens nadenkt over die tijd, dan denk je, godverdikkie. Wij zaten op 4 weken, of 3 weken van het eind, zaten we in de race voor het kampioenschap. Ja. Met 10 spelers. En daarna ga je nadenken, denk je, hoe is het in godsnaam mogelijk? Toen had je toch nog een aardig team, met hem of niet? Ja, maar niet, geen groot team, geen bijzonder team. Maar... Man, weet je. Van Breukelen was een goede keeper, Van Veen was een goede speler. Vlijt, Koos. Toen ik bij AZ speelde, wonnen we wel altijd van Utrecht. Wij wonnen wel van Utrecht toen die tijd. En van dat elftal. Heb je wel eens tegen hem gespeeld, Jan? Tuurlijk. Ik heb hem zelf door zijn benen gespeeld. En eigenlijk is Gert zijn echte doorbraak gekomen toen Leo van Veen... laatste man ging spelen. En Willy Cabot brak door een spits. En Willy was een heel ander type spits. Het was een diepgaande spits. Die gelanceerd moest worden. En toen ging Gert op 10 spelen. Want dat was degene die Willy weg kon steken. Dat was een jongen die de momenten zag, Gert. En de steekpaas kon geven. En toen werd dat het vaste koppel. Doorgetikt en elkaar aan het hinderen. Nu Carbone, zou je toch moeten scoren, denk je? Ja. Nou, we hadden thuis zo'n hele stapel videobanden liggen. En er stond op FC Utrecht 1. En dat waren eigenlijk allemaal seizoenen. En dat ging door tot, volgens mij, 10 of zo. Dus eigenlijk vanaf, ik denk, 1980 tot en met 1990... had je een videoband en dan waren alle wedstrijden van dat seizoen van FC Utrecht in samenvatting, die stonden achter elkaar. Dus die heb ik eigenlijk allemaal gezien.
En ja, toen heb ik hem natuurlijk heel vaak voorbij zien komen. Gert was tactisch heel slim. Hij had een heel goed gevoel voor ruimte en moment. Hij was heel sterk aan de bal in de kleine ruimte. Hij was heel wendbaar. En hij heeft natuurlijk ook met zijn postuur te maken. En Gert was een speler van de dribbel en de steekpaas. En ook flair aan de bal. Dus Wapentveld was toch altijd proberen om twee bewegingen. Eén dreigen naar binnen en buitenom. En die andere met rechts naar links. Dus eigenlijk altijd in staat zijn om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. En hij kon ook wel echt aardig voetballen. Dat meen ik. Nee, maar aardig is toch wel goed, of niet? Ja, nee, maar dat zeg jij altijd namelijk. Nee, Jan was weer iets beter. Moet ik eerlijk bekennen. Kruijs was wel gewoon een goede speler. Hij was echt wel een goede speler. Dus dan heb ik gezegd aardig en een goede speler. Nou, wat moet ik nou zeggen? Moet ik zeggen top? Nee, dat was het niet. Nou. Maar hij komt die hand. Hoe is jongens? Goed. We hebben het toevallig over. Ja, waarom? Ja. Serieus? Ja. Ik kom even lekker vis halen. Echt? En een cakey. Serieus? Ja. Oh, dat wist ik niet. Wat leuk. Ik ben blij dat jij gekomen bent. Ja. Mijn mooiste wedstrijd vind ik en vond ik eigenlijk mijn wedstrijd waar Robbie de Wit die ongelofelijke stift maakte, PSV thuis. Waar ik zelf ook een enorm hoog niveau haalde. Ik heb zelf de eerste goal gemaakt. Vrij trap van Adelaar, Pim Doesburg lost en ik glij die bal erin. Doesburg. Adelaar tilt de bal door de muur heen. Doesburg laat hem los en Kruis tikt binnen. Utrecht staat voor met 1-0, 17e minuut. En daarna hebben we show met de ploeg weggegeven. We wonnen met 2-0. We hebben PSV helemaal van de mat geveegd. Volgende dag in alle kranten kregen Robbie de Wit en ik 9. Voor wat het zeg maar. Alles lukte die avond. Dus dat staat me op mijn netvlies. Dat is terwijl de wedstrijd. En nog twee andere wedstrijden. Jong Oranje ooit tegen Spanje. Ik heb nog nooit in zo'n goed elftal gespeeld. Met Van Basten en Kieft in de spits. Met de gebroeders Koeman. Met Wouters naast me, met Rijkaard achterin. Wat een elftal, zeg. 5-0 tegen Spanje. En natuurlijk de legendarische wedstrijd. Waarbij ik zelfs al met een slechte enkel tegen Dynamo Kiev de kopbal maakte. Adelaar, mooi schot. De Solov met het hoofd. Van der Hoofd, die makkelijk langs tegenstanders gaat. Inkoppen, jongen! Het gaat die goal! Prachtige voorzet. Van Johan van der Hoofd, ingekopt door Gert Kruis en allemaal rond de 40e minuut. Feest hier in Galgenwaard. Ik kon geweldig genieten dat hij dan een bal erin kopt tussen een paar van die reuzen. Dat Benny en ik lachten te rollen en hij stond zo en de mensen dachten, is hij nou een Indiaan? Nee, hij bedoelde, kijk, zo'n smurrievier zoals ik hem had. Kop gewoon een bal binnen tussen de reuzen. Dus wij lagen echt de rollen van, ook juichen, maar ook de rollen van het lachen. Dat hij een bal erin kopt tegen Kiev. Dat is ongelooflijk. Kijk hoe blij hij is. Die kleine Kruis. En een score met je hoofd. Gert was dan op mijn positie. Steeds meer nam hij het over. En op een gegeven moment stond hij erin. En stond ik aan de zijkant. Laat ik het zo zeggen, als er een concurrent is die het over moet nemen, dan gun ik het liever Gert als anderen. Dat is wel zo. Omdat je daar van jongens af aan natuurlijk gewoon, die komt uit jouw buurt. Dan heb je mee gespeeld of getraind, hoe je het wil noemen. En dan is het natuurlijk leuk. En het is ook prachtig als hij dan, als het lukt. En als hij ook, zoals tegen Feyenoord, een bal van buiten de 16 in de bovenhoek rult, weet je. Ja, dat word je helemaal gek. Kruis. Kruis. Oh, wat mooi. Wat mooi, Gert Kruis. Ja, toen was een Verhaneren en Te Voort, waarmee ik toen het middenveld vormde, die waren weg. En toen kwam het tijdperk, zeg maar, Wouters Kruis Adelaar. Utrecht een team met goede mandekkers achterin. Verrips, Duchatinier, een rustige organisator Rijsbergen en een voortreffelijk middenveld. Met Adelaar,
Wouters en Kruis en een plaaggeest Johan van der Hoofd, die hier Daarden uitspeelt. Kruis te zacht, maar weer goed op zijn plaats Jos Smits. Het middenveld Kruis, Wouters, Adelaar is een begrip in Utrecht. Het is een soort mythe. En stond destijds bekend als een van de... Ja, het beste middenveld van Nederland werd te geroepen. Weer Adelaar. Wijsbergen, Adelaar. En kijk eens hoe goed er op positie wordt gespeeld. Met Wouters nu als achterste man. En Rijsbergen, die naarmate de tweede helft vorderde, steeds dieper ging spelen. Dat kon ook omdat achterin de zaak goed dicht zat. Van Loen trekt het gat voor Kruis. Ja, en die man kennen we inmiddels. Jos Smits. De rebound, Peter van der Waard. Het waren echt goede spelers. En Gertje ook. Daarom zeg ik, nu zouden die drie nog gewoon... in een Nederlandse competitie gewoon misschien wel een van de beste middenvelders zijn in deze competitie. Dus ze konden alle drie geweldig voetballen. Was je eenzelfde voetballer als je vader of had je andere kwaliteiten? Nee, ik had andere kwaliteiten. Ik was minder dynamisch. Ik had wel een heel goed schot. Dat voor Kruis is gehaald. Maar van wat ik van de mensen heb gehoord, was hij beter. Was hij beter omdat hij misschien wel betere spelers om zich heen had? Nee, hij was gewoon beter. Ja, als voetballer heeft hij nooit zijn echte potentieel kunnen laten zien waar zijn plafond lag. Elke keer als ik langs Campo rijd, dan denk ik er nog altijd aan terug. Het was volgens mij op een maandagochtend of dinsdagochtend. Het was een partij voor hem. En ik was een vaardige speler. Ik hield de bal nogal lang bij me. En ik draai weg bij Frans Adelaar. En Frans zet een tackle in. En mijn voet bleef staan. En mijn onderbeen wilde daarheen. En het voetje, ja, dat stond zo. En het bot stak er zo uit. Met als gevolg dat iedereen om me heen... eigenlijk een soort gechoqueerd was. Trainen en onderuit kwam mijn hand vasthouden. Moest een ambulance komen. Het leek een eeuwigheid te duren. En ik realiseerde me dat wel op dat moment... dat het voorlopig einde verhaal was. Want ja, het was een soort horrorblessure. Hij is nooit meer zeg maar de oude Gert geworden. Doordat met die enkel, ja, dat is toch niet goed gekomen. Ja, en dat is wel sneu. Nee, ik heb wel natuurlijk als jonge jongen thuis gezien dat hij vaak zo met die enkel heen en weer aan het doen was. En dat als we op vakantie waren en we trapten een balletje, dat hij daarna een uur in de zee moest staan om die enkel te bewegen. Ja, goed, ik geloof dat Gert gestopt is en afgekeurd is toen hij 27 was. Ja, dan ben je normaal op je hoogtepunt. Na mijn beenbreuk heb ik in een enorm zwart gat gezeten. Dat heeft mij wel gevormd. Ik ben neergegaan, ben opgekrabbeld. Ik heb mijn diploma's gaan halen. En ik heb elke keer weer de woorden van mijn vader heel goed in mijn oren geknoopt. Het is nooit zo donker of het wordt weer licht. Ik was vrij jong toen ik eigenlijk geconfronteerd werd met het feit dat mijn vader ziek werd. Heel veel naweeën ondervond van de oorlog waar hij geweest is. Hij is in Indië geweest. Is daar een aantal keren beschoten. Schotwonden had hij. Zijn spierbal was van zijn ene arm afgeschoten. Zijn enkel was geraakt. Hij was in een ravijn gevallen met een gevangene op zich. Dat alles maakte dat hij zwaar... getraumatiseerd uit de oorlog gekomen is. Ik heb dat wel eens gehoord, maar ik weet daar niet het fijne van, nee. Weet je, er werd niet over gesproken. Dat zijn meer dingen. Mijn vader en moeder die hebben ook nooit over de oorlog gesproken. En ooms, die in Indonesië of zo zeggen, daar werd niet over gesproken. Dat is een andere tijd. Nu zou daar denk ik wel over gesproken worden. Ja, er zijn wel een aantal voorbeelden die nu nog op mijn netvlies staan. Dat hij ineens terug was in die oorlog. Dat hij op een gegeven moment in de kamer zei... Jochie, duiken, daar heb je ze. En dan ging hij achter een stoel zitten. En dat heeft enorm veel indruk op mij gemaakt.
Hij is daar ook een aantal keren voor opgenomen. Hij kwam in Oeschees terecht. Hij kwam in het ASU terecht op psychiatrie. Dus hij heeft enorm veel last gehad van wat hij meegemaakt had in de oorlog. Ik denk wel dat uit die tijd dat heel veel dingen weggestopt werden. Er werd niet zo over gesproken. En dan doe je dat met gein en een lach, doe je dat wegwerken. En dan, dan is de humor is om dingen te verstoppen of weg te stoppen. En om er niet aan te denken. Ja, dan wil je niet mee naar buiten, want dat vond ik wel heel erg. En dat die weer weggehaald werd met de ambulance. Of dat ik hem een keer vond met thuis. Toen was ik al 17, 18. Was hij weer op zoek geweest naar drank. En dan lag hij met een fles drank. Heb ik afgepakt, heb ik over hem heen gegoten. Ja, dat vond ik wel heel erg, ja. Ja, op een gegeven moment raakte hij ook verslaafd aan medicijnen. In combinatie met drank om zijn frustraties te verdrinken. Hij is heel lang heeft hij gevochten voor een pensioen. Een goed pensioen, die zaak heeft hij gewonnen. En dan op dat moment is het met hem bergafwaarts gegaan. Ik heb natuurlijk heel veel liefde van mijn ouders gekregen. En dat probeer je gewoon over te brengen op je kinderen en je kleinkinderen. Enerzijds kon je altijd ergens op terugvallen omdat je met iemand praat die er zelf ook verstand van heeft. Anderzijds gaat het echt altijd over voetbal. Het is bij ons nooit ergens anders over gegaan. Ricky Kruis kan dit als geen ander. Ricky Kruis, wat een doelpunt van Ricky Kruis! Ja, dat was heel kritisch. Hij was heel kritisch, maar ook omdat hij het wel in me zag natuurlijk. En omdat hij misschien ergens vond dat ik wat meer flair moest hebben, misschien zoals hij dat zelf wel had. En ja, was zeker wel kritischer. Is hij thuis ook zo zelfverzekerd, jouw zoon? Ja, dan hoor ik hem niet. Dan durft hij niks te zeggen. Maar stel, 0-0, hij valt in, want hij zit op de bank, hè? Prachtige wreeftap in de kruising, jullie verliezen. Spring jij dan op van de bank of hoe gedraag jij je dan? Ja, het is niet te hopen, maar dan komt hij er vanavond niet in. Dan gaat hij maar bij zijn meisje eten. Kijk, de eerste keer dat verhaal is natuurlijk in de loop van de jaren is enorm gegroeid. En uiteindelijk. Ja, maar dat kwam eigenlijk omdat het niet gespeeld was. Wat je zag was echt. Het interview was echt, het interview voor de camera. Dus ik praat over mijn interview voor de wedstrijd in het boekje. Zijn interview voor de televisie. Ja, en wat is de kans dat uiteindelijk zoiets gebeurt? Daar is Kruis. Kruis, wat zou je? Het was voor mij heel speciaal, niet omdat het per se tegen mijn vader was. Alleen het was meer een begin voor mij bij FC Utrecht. En eigenlijk voelde dat voor mij als een moment dat ik me kon laten zien. En dat het harde werken wat ik daarvoor had gedaan uiteindelijk beloond werd in die wedstrijd. Rick heeft nu zijn hoogste diploma. Super trots op. Romy en Gianluca gaan goed. Hè? Romy, mijn dochter, gaat met Gianluca Nijholt. Een prachtige dochter. Rick heeft ook twee prachtige kinderen. Een zoontje en een dochter. Opa doet het nog voor. Ja, Milan is mijn enige kleinzoon. En ik herken wel een aantal dingen van Milan van mij van vroeger. Het is een beetje een boeverig jochie. Hij kan een steekballetje geven. En hij heeft flair. Dit is je kans. Ja, hij probeerde al vrij snel de kant op te sturen om ook te voetballen. Terwijl mijn zoon de eerste 3, 4 jaar nog niet echt de interesse had om te voetballen. Totdat hij een keer bij mijn vader kwam en zei van, opa, zullen we samen trainen? Toen ging hij dus naar boven. Toen heeft hij zich helemaal omgekleed. Hij heeft zelfs die fluit en die stopwatch heeft hij omgedaan. Toen zijn ze samen met een zak van 20 ballen zijn ze naar het voetbalveld gereden. Maar ik wist al van, joh, hij vindt het nog helemaal niet zo leuk. Dus. En toen, na 10 minuten, kwam die auto weer terug. Toen opende je toch. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, hij ging alleen maar liggen. Ik zei, maar wat dan? Ja, hij heeft er geen zin in.
En toen... Hij vindt het voor u niet, hoor. Kom op, man, hij is drie. Ja, maar ik zie het al. En nu heeft hij uiteindelijk het vuur wel. En nu, als hij er is, trainen en met mijn dochter, met spelen met de dieren, het drumstel. Dus, nee, dat is maar is het dezelfde leerschool die jij hebt gehad? Herken je die van je vader die nu op jouw zoon, op Milan... Ja, alleen... is bij far niet zo hard als tegen mij. Het zou het zijn, een derde generatie kruisjes. Het is wel zo dat hij helemaal gek is van FC Utrecht. Zoals ik ooit gek was, ook van FC Utrecht. Dus dat zie ik wel. Toen ik 9 jaar was, dat was 1970, had ik hetzelfde wat hij nu heeft. Helemaal gek van voetbal. Het zou wel geweldig zijn.